Ik wil jullie in deze video graag het verhaal van Boris vertellen. Het begon ongeveer een jaartje geleden. Ik kreeg 1 keer per week les op de Arkenhoeve op donderdag. Tijdens de kerstvakantie hadden we Blondie op de Arkenhoeve gezet. Is ze daar niet meer weggegaan. Steve kwam met het idee om mij op een pony te gaan laten rijden. Dat was voor de pony heel goed. Voor mij was het ook heel goed. En ja, dat was Boris. Ik kon Boris gaan rijden. Daar was ik echt heel blij mee. Het was echt een scheetje. Boris moest eerst naar de tandarts toe. Toen heeft hij zijn wolfkiezen laten trekken. Dat zijn achter zijn normale kiezen zaten kiezen die dan in de weg zitten volgens mij. Ik weet het. Ja, zoiets. Als je het meer wil weten, vraag het aan de paardentandarts. En die moest eerst getrokken worden. Dan had hij wat pijn aan zijn mondje, want dat is natuurlijk niet zomaar wat. Daardoor kon ik eerst niet op hem rijden en ging ik eigenlijk alleen maar hem poetsen, met hem wandelen, in het paddock zetten en kunstjes met hem oefenen. Daarna mocht ik voor het eerst op hem gaan rijden. Ik was eigenlijk best wel heel erg zenuwachtig. Gelukkig ging Daan er eerst even op, kon ik even kijken. En daarna mocht ik erop. Het voelde eigenlijk best gek en ik vond het nog steeds echt eng en spannend, omdat het natuurlijk niet mijn eigen pony was. Omdat ik bang was dat ik iets fout zou doen. Hij was vanaf het eerste moment al een klein boefje. Toen heb ik les gehad van Daan en heb ik hem een tijdje gereden. Nou, een tijdje heb ik met hem gereden. Ja, in die tussentijd, in dit jaar dat ik hem heb mogen rijden. Boris die had al met vorige leaser, vorige baasje die hem reed, had hij al L2 gelopen en had hij al punten voor het M volgens mij. En als je natuurlijk iemand nieuws erop hebt, dan is het weer even wennen. Dus ik ben met hem in de BB gestart en ik hield echt bij alles echt hele goede punten. Dus ik heb veel wedstrijden met hem gereden en ook echt super goede punten gehaald. Ik ben echt super trots op onze resultaten. Ik heb super veel les gehad van Daan. We zijn echt heel veel verder gekomen. We hebben uiteindelijk ook in een B kunnen starten. En dat was echt gewoon een doel van mij om in de B te starten met hem. En het was gelukt en ik hield super goede punten. Ja, jullie kennen Boris als het altijd lieve en altijd luisterende pony. Maar dat was hij ook zeker, maar soms kon hij ook een draakje zijn. Ik heb met Boris heel veel dingen gedaan. Ik vond het heel leuk om samen met Boris TikToks te maken. Daardoor hebben jullie hem ook best vaak op ons TikTok-account gezien. Gewoon puur omdat hij zo makkelijk is met alles. En dan kon ik heel makkelijk dingen met hem doen. Ik heb ook met hem gesprongen. Niet heel hoog, gewoon echt kaboutersprongetjes, net zoals met Bella. Want hij is en blijft een dressuurpony. Maar hij vond het toch grappig, en ik ook, om soms even een klein sprongetje te doen. Op een gegeven moment ben ik ook in een woensdagles gaan rijden met hem. En dat vonden we allebei echt heel leuk. En ik vond het ook heel erg gezellig, was met Boris ook. En Boris die was helemaal fan van elk paard dat er maar is. Ik ben ook met Daan een paar keer op buitenrit geweest. Dat was ook zeker een ervaring. Boris vond dat echt helemaal geweldig. En hij voelde zich dan echt de man tussen andere paarden. Dus dat was wel heel schattig en grappig. Ik heb met Boris ook echt heel veel privélessen gehad. En we hebben allebei zoveel geleerd van elkaar. Alles ging echt heel erg goed. We hadden goede punten gehaald op wedstrijden. We waren echt goed bezig samen. Ik had echt ook gewoon echt een klik met hem en ja, het ging gewoon echt heel erg goed met rijden ook. En toen begon het eigenlijk woensdag. Hij was echt eigenwijs tijdens het rijden. Hij ging eenmaal uit zijn dak en we dachten, nou, misschien vindt hij dingen gewoon eng. Want dat waren we eigenlijk niet van hem gewend zoals hij nu deed. Hij was soms eigenwijs, maar dit deed hij nooit. We hadden niet bedacht dat het iets zou zijn, dus bijvoorbeeld koliek of zo. Donderdag heb ik gewoon echt super lekker met hem gereden. Hij was heel braaf, deed alles echt super goed. Echt een perfecte afsluiting. Na het rijden had moeder hem op stal gezet en ging ik de springles in. En toen heeft ze hem zien rollen. Daar hebben we niet echt aandacht aan besteed.
ik wist wel dat hij daarna niet ging rollen, dat hij normaal gesproken niet rolde. Maar dat, ja, dat is ook gewoon onvoorspelbaar. Vrijdag was het toen. Ik kreeg een berichtje en dan vroeg ze aan mij hoe laat ben je op stal. Omdat ze wist dat ik anders in paniek zou raken. Dus ik heb niks van haar gehoord dat dat niet handig is. Ik heb toen, die dag had ik ook Anglia. Dat heb ik er even afgemaakt. En ik ben daarna gewoon naar huis gegaan. Ik ging niks denken en toen kwam ik thuis. En toen vertelde mijn moeder echt heel naar nieuws. Dat ze Boris hadden gevonden met koliek in zijn stal. Hij had echt, nou ja, hij had echt heel veel pijn. De dierenarts was gekomen en hij had paraffine gekregen en pijnstillers. Paraffine, dat zorgt ervoor dat alles doorglijdt. Dat is langs zijn echte verstopping gegaan. Dat heeft niet zijn ontstopping weggehaald. Dat was wel echt heel naar. Ik had die vrijdag ook les. Voordat ik les had, heb ik met hem gestapt. Toen heeft mijn moeder een oogje in het cel gehouden. En ook met hem gestapt. Stappen, hoopten we dat het een beetje los zou komen. Hij lag in zijn stal. Hij lag rustig, dus verder was er niet echt een probleem. Want als hij echt op zijn rug zou gaan liggen, dan zouden we weer echt hulp moeten gaan zoeken. Na mijn les hebben we heel lang met hem gestapt. Echt tot 11 uur 's avonds of zo. Tijdens het stappen wist ik eigenlijk al dat het niet goed met hem ging. Dus ik was eigenlijk mezelf al aan het voorbereiden op dat hij weg zou gaan. Klinkt best raar, want je weet nog niet dat hij weggaat. Maar toch ben je aan het voorbereiden. Dus ik was echt aan het genieten van de momenten die we nog samen hadden. Toen is de dierenarts gekomen. Die heeft hem iets gegeven waardoor hij rustig de nacht door kon komen. Want hij had echt niet naar zijn zin. Hij is toen naar de boerderij verplaatst bij de meiden. Dus daar heeft hij zijn laatste avondje kunnen doorbrengen. Samen met de meiden. Dus dat was wel heel erg fijn voor hem. Eve die slaapt erboven en heeft hem in de gaten gehouden. 'S Nachts is ze een paar keer met hem gaan wandelen. 'S Ochtends zijn wij meteen weer naar de manege toe gegaan. Ik had helemaal mijn tas gepakt en ik zou huiswerk gaan maken op stal. En ik zou met hem gaan wandelen. Echt, ik had hele plannen voor om hem in beweging te houden. Maar 's ochtends ging het echt niet goed met hem. Hij is naar de andere stal gebracht voor rust. Omdat dat best belangrijk is. De dierenarts is gebeld toen. Ja, het ging gewoon echt niet goed met hem. Hij was helemaal buiten adem. Zonder dat hij iets had gedaan. En ja, dat is gewoon echt niet goed. Toen is de dierenarts gekomen. Die is zijn hartslag opgemeten, temperatuur gemeten. Ja, dat is gewoon allemaal niet goed voor een paard die in zijn stal staat en niet aan het doen is. Daarna is ze met een handschoen in hem gegaan. Heeft ze gevoeld. Toen zei ze van ja, dat komt eigenlijk niet meer goed. Wat ze voelde is dat ze darmen gedraaid waren en in een knoop terecht waren gekomen. En dat is gewoon echt niet goed. Toen heeft hij pijnstilling gehad en hem even ergens anders heen gebracht. Toen is er overleg geweest en het overleg heeft duidelijk gemaakt dat het voor Boris het beste was om hem te laten gaan. Dus toen heb ik even tijd met hem gehad. Omdat ik het natuurlijk ook wel heel erg lastig vond. En heb ik even staart kunnen worstelen en een stukje kunnen afknippen. Dus dat heb ik nu nog steeds in mijn kamer liggen. Nou ja, toen kwam de dierenarts met de middelen om het te stoppen, om het zo te zeggen. Nou ja, toen is hij ingeslapen omdat het gewoon echt niet verder meer kon. Na afloop heb ik nog even met hem samen kunnen zijn. Want ja, dat vond ik echt wel heel erg fijn. Omdat ik anders het gevoel had dat ik niet goed afscheid van hem heb kunnen nemen. Daarna hebben we even met z'n allen in de kantine gezeten om het even na te praten. En ik heb dan ook nog mijn vragen kunnen stellen aan de dierenarts. Dat vond ik echt heel erg fijn. Omdat ik toch wel echt vragen had. En door het inslapen kon ik er ook bij zijn. En heeft ze ook uitgelegd wat ze aan het doen was. Want ik vond het echt oprecht heel erg lastig. Zijn we daarna naar huis toe gegaan. Rick heeft toen troosteten gekocht omdat hij ons graag wou helpen. Ja, dat had wel iets geholpen. Nou, dat had eigenlijk niet geholpen, maar het was wel heel fijn. Ik mis hem echt nog steeds echt heel, heel, heel erg. Ik voel me ook nog steeds narer over. Nou ja, dat is ook wel logisch. Oh, 's avonds waren we teruggegaan om de paarden even in de stapmode te zetten en Chino los te zetten. Toen was het wel heel lief. Dat van Steve en Daan en Carina hadden we een heel lief
pakketje met pepernoten en chocola gekregen. Daan kon er niet bij zijn, dat vond ze zelf ook echt heel erg naar, omdat ze er graag bij wou zijn voor Boris en ook ja, gewoon erbij wou zijn. 'S Avonds hebben we Daan nog even gezien. Toen ben ik met Marren gaan praten, dat was ook wel heel erg fijn voor mij. Voor afleiding, want ik miste hem wel echt heel erg, want ik hoefde ineens niet iets met hem te doen. En daarna had ik Daan nog gezien en heeft ze me even een knuffel gegeven en dat vond ik wel heel erg fijn. Toen heeft ze me uitgelegd dat het niet mijn schuld was. Dat vond ik wel heel erg lastig, omdat ik wel echt het gevoel had dat het mijn schuld was. Omdat ik natuurlijk degene was die er voor hem zorgde. En voor mijn gevoel voor hem had moeten zijn. En voor mijn gevoel had ik ook het gevoel dat ik er niet genoeg voor hem was. Toen heeft Daan me uitgelegd dat dat niet zo was. En dat het gewoon echt pech was. En ja, gewoon echt niet fijn. Steve heeft de volgende dag ook nog even gebeld om te vragen hoe het ging. Dat ze ons ook even rust gunden, omdat het natuurlijk echt niet fijn was. We hebben toen eventjes gelaten en een weekje daarna hebben we het online gezet. Gewoon even om wat rust te pakken, omdat natuurlijk het verlies van een pony is niet zomaar wat. Ik ben die maandag ook weer naar school toe gegaan. Het was wel heel erg lastig, omdat ik natuurlijk een pony had verloren. En ja, dat was echt heel erg naar. Niet paardenmensen begrijpen dat niet. Ik heb veel mensen die vroegen aan mij van wat is er aan de hand. Die dag fietste Elisa ook mee en ik moest echt huilen bij Elisa. En toen iemand anders die mee fietste, die vroeg van waarom moest je huilen. En die probeerde het wel te begrijpen, maar die begreep het gewoon niet. Want het is niet zoals een hondhuisdier. Het is gewoon echt je beste maatje waar je alles mee doet. Maar sommige mensen begrijpen dat niet en ja, dat snap ik ook. Dat vond ik zelf ook wel heel erg lastig en mensen proberen het wel te begrijpen en ik vind het ook echt heel fijn dat ze dat proberen, maar op zo'n moment kan je iemand niet helpen met te zeggen van het hoort bij het leven of van het is heel naar. Ja, je kan op dat moment gewoon iemand niet echt goed helpen en dat klinkt heel raar, maar het is zo, want je maakt het niet beter. Klinkt heel gemeen, maar het is wel zo, want ja, ik heb me er echt niet beter door gaan voelen door mensen die zeiden van, nou, daar kwam ook iemand naar me toe en die zei van, hoort bij het leven. Ja, nou, op dat moment heb ik gewoon echt helemaal niks aan je als je dat zegt. Ja, dat doet gewoon pijn, omdat het zo direct is naar iemand toe van, het hoort bij het leven. Ja, fijn, dankjewel. Ik heb wel van jullie, we hebben het online gezet en ik kreeg echt heel veel lieve, ja, helpende berichtjes van jullie. En ook echt, jullie hebben voor mij echt medeleven getoond. En dat was voor mij wel heel erg fijn. Dat op de manege was dat ook zo. En op school vond ik het gewoon lastig, omdat ik het echt heel naar vond. En dan om het van jullie ook nog te horen, vond ik echt gewoon echt heel fijn. Nou ja, dat was ongeveer mijn verhaal van Boris. Ik hoop dat ik het goed heb kunnen uitleggen. Als jullie nog vragen hebben, wil ik ze graag beantwoorden. Als ik ze niet meteen beantwoord, dat komt omdat ja, ik zit er zelf ook nog steeds echt doorheen. Want het is nog niet zo lang geleden gebeurd. Bedankt voor jullie steun en medeleven. Ik heb er echt heel veel aan gehad. Nou ja, ook al is hij er niet meer, ik hou nog steeds echt heel veel van het gassie. Ook al is hij er niet meer, ik blijf van hem houden. Wakker gemaakt. Oh, ben je niet wakker? Hij lag zo lekker te slapen. Zo, we zijn 20 minuutjes bezig geweest.